Nu krijgen we een klein changement, want nu moeten alle spulletjes van Ramsey heel netjes worden opgeborgen. Sorry. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Helemaal niet uit. Aan tafel komt dan zitten Jan Terlouw. Morgen spreekt hij tijdens de herdenking van de februaristaking. 25 februari 1941 legde onder aanvoering van de Communistische Partij 10.000 burgers het werk neer uit protest tegen de anti-Joodse maatregelen van de nazi's. Dat niet alleen. Zijn boek Oorlogswinter uit 1972 wordt nu ook in China uitgegeven. En het is 75 jaar geleden dat Nederland deze hongerwinter beleefde. Hoe gaat het met u? Ik mag niet klagen. Nee? Nee. Drukke dagen? Ja, er wordt heel veel beroep op me gedaan vanwege die 75 jaar. Mm-hmm. En in de streek waar ik woon, waar ik de oorlog heb meegemaakt, er wordt herdacht, er wordt iets met oorlogswinter gedaan. Maar fijn om het te kunnen doen. Ja, u bent volgens mij elke dag wel in touw, op weg naar een school of op weg naar een zaal waar mensen naar u willen luisteren of niet? Ik doe wel eens wat, ja. Goh, ja, u bent 88? Ja. Dat merk ik ook wel, hoor. Ik heb een longontsteking gehad. Ik ben weer goed aan het herstellen. Maar dat neemt toch veel van je krachten. Ja, ja, ja. U gaat spreken op de februaristaking morgen. Ja. Wat gaat u zeggen? Ik ga natuurlijk zeggen dat het belangrijk is om te blijven denken aan wat er gebeurd is. Mm-hmm. Die februaristaking, het weekend daarvoor zijn er honderden Joodse mannen uit hun huizen gesleurd en opgepakt. Toen heeft de illegale communistische partij die heeft gezegd, nou, nu gaan we staken. En er werd veel gevolg aan gegeven en dat was ontzettend moedig. Want heel veel van die initiatiefnemers en stakers, die hebben tuchthuisstraf gekregen en zijn ook gefusilleerd. Ongelooflijk, voor een dag staken, gefusilleerd. Nou, die burgers kwamen in protest tegen onrechtmatige daad van een overheid. Mm-hmm. En dat is heel erg belangrijk in een rechtsstaat. En we moeten waakzaam zijn dat we dat blijven doen. Als je nu kijkt in Nederland, hè, de rechter wordt ingeschakeld. Die klaagt de overheid aan. Die zegt, dit doe je verkeerd. En die overheid houdt zich aan die rechterlijke uitspraak. En dat is een ongelooflijke verworvenheid. De scheiding der machten, ook de overheid kan voor de rechter gedaagd worden. Het ligt overigens onder vuur, hè, wat u nu zegt. Ja, het ligt onder vuur en daarom zeg ik het ook. Mm-hmm. Omdat het zo belangrijk is. Mm-hmm. Dat we die democratische rechtsstaat bewaken. Nou, dat vond zijn. Dat gebeurde eigenlijk het eerst in die opstand, in die staking, februari-staking 41. Duitsers waren er net. Het antisemitisme, daar hebben we het natuurlijk over als het gaat over de februari-staking. Dat komt weer terug. Dat zien we, dat lezen we, dat horen we Joodse mensen zeggen. Die voelen dat aan den lijve bijna op straat. We hebben carnaval, we zitten nog midden in carnaval. Ik weet niet precies wanneer het afloopt. Aalst, dat is België. Daar was veel te doen over deze, misschien kunnen we hem even zien, deze praalwagen. Ondanks de commotie van vorig jaar waren er ook dit jaar weer volop Joodse karikaturen in de carnavalsoptocht in het Belgische Aalst. De optocht leidt tot felle kritiek vanuit de Joodse gemeenschap. De wagenbouwers zeggen dat ze tijdens carnaval met iedereen de spot moeten kunnen drijven. Ja, wat vindt u daarvan? Ik vind het afschuwelijk. Mm. Het zijn dezelfde beelden die je in de 30er jaren in Nazi-Duitsland zag. Die leiden tot de Kristallnacht. Dit is geen humor. Dit is gewoon haat oproepen. Vreselijk. Houd ermee op. Ja, duidelijk. Dit boek, weet u nog dat u het schreef? Ja. Eerste zin? Wat was het toch allemachtig donker? Klopt. Want klopt. Daar moet ik zo aan denken. Is dat een belangrijke zin? Ja, toen onze kinderen de leeftijd bereikten die ik had in de Tweede Wereldoorlog, 13 jaar, toen zeiden ze natuurlijk, hoe was dat dan in die tijd? En ik begon daarover te vertellen. En dacht, ja, er zijn veel meer kinderen die willen dat ook weten, dus laat ik proberen om er een boek over te schrijven. En de eerste gedachte was, ontzettend donker het was. Geen elektriciteit. Het kaarsje, dan achter verduisteringsgordijnen. Een enorme stoet hongerlijers over de Zuiderzeestraatweg. Eten zoeken, oudere mensen met karretjes voor hun kleinkinderen. En die moesten 's nachts onderdak gebracht vanaf 8 uur, spertijd. Mm-hmm. In een verenigingsgebouw op het stro. En mijn vader was dominee in Wezep. En die wilde er even heen. Die wilde even een paar bemoedigende woorden zeggen. Maar hij kon het niet zien. Pik donker. En dan, ik had toen nog valkenogen en met een knijpkat, zo'n klein cirkeltje licht, langs de weg. En hij een hand op mijn arm en dan gingen we daar naartoe. En dan kwamen we daar binnen, pikdonker. Je zag niemand, je hoorde ze ritselen in het stro. In de verte een klein kaarsje waar EHBO's bladeren zaten door te prikken. En daar gingen we dan naartoe.
En dan sprak mijn vader die duisternis in. Mensen, ik ben de dominee, ik kom jullie even begroeten. Ik lees een enkel woord uit mijn bijbeltje bij dat kaarsje. Mm-hmm. En weet je, Matthijs, wat me zo enorm ontroerde? Dan gingen we terug en dan wilden ze hem aanraken. Moet je nagaan, een wildvreemde dominee met een dikke winterjas. Dominee, ik moet je even aanraken. Gingen we door merg en been. Ik zeg, zo wanhopig, mm-hmm. zo... Geen moed voor de volgende dag. Nou ja, dat soort dingen vergeet je echt niet als je 13 bent. Bent u veel bang geweest ook? Als jongen? Ach, bang. Ja, er viel af en toe een bom en er werd geschoten op auto's. En dan schrik je. Maar daar geen angsten? Ik kan me voor, we hadden net over angsten, dat super angstig is als je klein bent. Dat is natuurlijk heel angstig, maar het ging ook weer over. En het zijn niet mijn sterkste herinneringen. Die sterkste herinneringen zijn aan die stoet van hongerlijdende mensen. Mm-hmm. Met hun kapotte wagentje. Dan moet je je voorstellen, hè? Dan gaat er zo'n wagentje kapot. Mijn oude meneer die gaat daar moedeloos op zitten. Wat moet ik nou? Ik er naartoe. Beter gevoed dan hij. Dan kom je er bij een meneer. Die meneer die weet alles beter dan ik. Die spreekt 3 talen. Die is misschien professor in de biologie. Die heeft over de wereld gereisd. Ik ben 13 jaar, ik weet van helemaal niks. Maar hij heeft 2 dingen nodig. Namelijk iemand die het wagentje repareert. En een boer die aardappels voor zijn wagentje heeft. En die enige 2 dingen, die weet ik nog net. Mm-hmm. En al die andere dingen, die weet hij. En je hebt er niets aan. Alleen maar die 2 dingen waar ik hem even mee kon helpen. Dat soort dingen gebeurde en geregeld. En zo was die hele oorlog boordevol heel bijzondere gebeurtenissen. Die je niet vergeet. Ik weet nu, die laatste oorlogswinter, die herinner ik me beter dan enige andere winter daarna. Behalve de laatste, omdat die zo dichtbij is. Maar u bent, uiteraard zijn het reusachtige ervaringen, maar u bent ook getekend door die oorlog. Het heeft uw leven bepaald, denk ik, in de keuzes die u later gemaakt heeft. Op welk gebied dan ook, of niet? Ja, ten eerste, ik denk dat allerlei menselijke eigenschappen versterkt worden in zo'n oorlog. Lafheid wordt versterkt, maar moed wordt versterkt. Hoop wordt versterkt. Dus in zo'n leeftijd zie je de menselijke eigenschappen als een soort versterkt en versneld tempo langskomen. Ten tweede denk ik dat mijn verantwoordelijkheidsgevoel is gestegen, omdat ik maar moest dingen doen zoals iedereen in die oorlog. En ten derde denk ik dat mijn belangstelling voor politiek er toch ook wel zijn oorsprong in vindt. Want dit kan gebeuren als misdadigers aan de macht komen en je dat niet meer kunt corrigeren met een stembusuitslag, maar met een 6-jarige bloedige oorlog. Dat gaat natuurlijk heel diep. Toen ik na de oorlog hoorde van de vernietigingskampen, ik weet nog de verbijstering. Dit is echt gebeurd in een ontwikkeld land. En die verbijstering die is eigenlijk nooit overgegaan. Ik begrijp het nog altijd niet, hoe dit heeft kunnen gebeuren. Ik weet alleen dat dit mag niet meer gebeuren. En de enige garantie is, bescherm de democratische rechtsstaat. Daarin kan het niet. Ja. Ja. Toch even terug naar dit boek. Ik ga iets zeggen wat u helemaal niet gaat bevallen, maar ik heb dit boek natuurlijk, ik was 11 toen het uitkwam, ik heb dit verslonden, meerdere keren, en met mij heel veel andere jongens en meisjes. Ik dacht, heel gek genoeg, in mijn naïviteit, waar het oorlog was, wat een spannende tijd, zeg. Hey, dat is leven geblazen, dat is spannend, dat wil ik ook. Nee toch, Matthijs, nee toch. Nou ja, ik denk dat er meerdere jonge mensen zijn. Maar ik zal je die zeggen. Het avontuur... Wat heeft dat even gedacht, toch? Vertelde u dat. He? U heeft dat toch ook heel even gedacht toen de Duitsers binnenkwamen? Wat spannend. Ik heb toen ik 8 jaar was, en ik weet het nog als de dag van gisteren hoor, die invasie in Nederland, dat ik heel even heb gedacht, ah, lekker spannend. Maar het was gauw over. Toen de eerste jongens in Garderen niet terugkwamen van de Grebbeberg, toen was het al over. Maar ik ging dit boek schrijven, Matthijs. En ik dacht, nou ga ik 1 ding doen, hè? Wie dit boek heeft geschreven, die jeugd, die gaat niet denken, wat jammer dat ik niet heb meegemaakt. Oh. Dat wou ik. En daar ben ik dus niet in geslaagd. Nou, bij mij niet. Maar als u reist de scholen langs en u maakt steeds, nog steeds 11-jarige en 12-jarige mensen mee. Lagere scholieren, begin middelbare school. Als ik de enige ben, ben ik de enige. Maar dat weet ik niet. Daar kunt u iets over zeggen. Je wilt natuurlijk toch een spannend boek schrijven. Bijna alles wat erin staat, is echt gebeurd.
Heb ik zo meegemaakt, gehoord van degene. Zo'n jonge Dirk met zijn distributiekantoor. En die uit de trein springt in Stroe. Allemaal echt gebeurd. Ja. Maar ik heb toch echt geprobeerd om ook te laten zien hoe afschuwelijk een oorlog is. Hoe onrechtvaardig. Hoe een oorlog altijd de onschuldige treft. En, dat klopt hoor. Ja. Het is meer de hoofdpersoon die zo ontzettend veel meemaakt en mooi werk mag doen, waar je dan als kind natuurlijk in verplaatst. Ja, en het doet ook een hoop dingen verkeerd. Ik vond uw boek een beetje eng. Dus bij mij is dat zeker gelukt, wat dat betreft. Vond je het een beetje eng? Ja, als jong kind. Ja, maar het is ook eng. Ja. Maar hij doet ook allemaal dingen verkeerd, hè, die hoofdpersoon. Ja. Hij probeert het goed te doen, maar... Dat doet niet. En dat doet hij toch. Ja. China gaat het nu lezen. Ja, wonderlijk, hè? Verbaast het u? Ja, dat verbaast me wel. Dat lijkt me ook. Ja, maar ik denk dat het meer is dat ze denken, nou, boeken die 50 jaar overleven, die vinden we toch de moeite waard. Zoiets zal het wel zijn. Zou het zo simpel zijn? Ja, ik denk dat het zoiets is. Het is over de hele wereld te lezen, hè? Ja, het is heel veel vertalingen, ja. Het is heel wonderlijk. Ik schreef dat boek dus voor de kinderen eigenlijk. Ik dacht, nou ja, het zoveelste oorlogsboek. Het werd heel goed ontvangen. Maar er waren toch ook heel wat mensen die zeiden, ja, het is een mooi boek hoor, maar zo was het niet. En ze hadden natuurlijk gelijk. Er zijn zoveel soorten oorlog. Dus de oorlog op het slagveld, de oorlog in de hongerende stad, de oorlog in het concentratiekamp. Mm-hmm. En mijn oorlog in Wezep. Ik kon niet naar school, ik zat in de tweede klas van het lyceum in Zwolle. Ik kon er niet meer heen, van september tot april. En was, zoals iedereen, met die oorlog, die winter. Ja, het heeft absoluut mijn leven beïnvloed. Het kan niet anders. Het was weer fijn dat u er was. Ik ben als altijd. Matthijs, ik ben met heel veel plezier een aantal keren hier geweest. En ik wens je nog een heel mooi vervolg van je leven. Dank je wel.